Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe verhuisvlog. Zoals je ziet zit ik nog steeds in mijn oude huis. Dat steeds leger en leger en leger begint te worden. Kasten stonden hier, staan er niet meer. Mijn bed stond hier, staat er niet meer. Gaan jullie nog wel tegen die tijd een empty house tour geven hoor. Maar helemaal empty is het nog niet. Ik heb vannacht voor het eerst wel hiernaast geslapen, want mijn bed staat dus sinds gisteren wel al hiernaast. En dat was best een beetje gek. Ik heb redelijk geslapen, tot nu of drie wel goed. Daarna een beetje wisselend. Ja, je hoort toch weer andere dingen en toch weer een andere omgeving. Ja, dat is gewoon even wennen. Maar ja, mijn slaapkamer is zo mooi, dus dat was wel heel erg lekker. Ik ga jullie vandaag ook weer wat beelden laten zien van het huis. Mijn slaapkamer is nog niet helemaal af, maar wel het meest af van alle kamers. De woonkamer is... daar staat mijn kast die hier stond. De bank is er, dus die kan ik laten zien. Mijn eetkamerstoelen zitten in elkaar. In het kleine kamertje staat ook de kast. Die kast die hier tussen stond, zeg maar. Die staat daar nu. Maar daar moet mijn bureau en zo nog komen. Maar ja, er moet nog best veel gebeuren. Maar dat kan allemaal gedurende dat ik er woon. Ik moet nog heel veel spullen kopen ook. Dat komt allemaal nog. De aannemer is ook nog steeds bezig. De plinten moeten nog gelegd worden. Er moet nog het een en ander worden afgekit. En de vlonders moeten nog van dit balkon over naar het andere balkon. Dus nog best wel een hoop te doen. En het is op dit moment donderdag 31 maart. En 4 april is de overdracht. Dus er moet nog wel eventjes gas gegeven worden. En ik merk dat ik dat best wel spannend vind. Ik heb er alle vertrouwen in dat het op tijd afkomt hoor. Maar het is toch, zijn toch nog dingen die moeten gebeuren. Maar goed, ik heb zoveel lieve hulp dat dat wel goed komt. Zo, ik weet niet meer wanneer ik het stukje hiervoor gefilmd heb van de week. Het was de bedoeling dat ik toen verder ging filmen. Maar er is inmiddels een hoop gebeurd. Dus dat kwam er niet helemaal meer van. Een hoop leuke dingen hoor, overigens. Maar... dit is het moment dat ik jullie twee dingen ga laten zien. 1. Een empty house tour. En 2. Wat er tot nu toe in het nieuwe huis staat. En ja, het is nog niet af. Maar ik ben er al zo gelukkig mee op dit moment. Dat ik het jullie zeker wel wil laten zien. Maar we beginnen met, je hoort het al. Het is hier heel hol. En dat komt omdat het hier compleet leeg is. Tenminste, bijna compleet leeg. Want er staat hier nog een karretje. Uiteraard laten we het behang lekker zitten. Maar dan kom je de woonkamer in. En dan zie je dit. Jeetje mina. Ja, er staan nog een paar spulletjes in de vensterbank die nog even mee moeten naar hiernaast. Maar dat komt wel. Daar hebben we nog tijd voor. En dan draai ik hier even een rondje. En dan hebben we hier de lege keuken. Met allemaal lege kastjes. En ja, het is toch echt verkocht. En dan hier, net zo leeg, de slaapkamer. Ook een heel raar gezicht is. Zo, bed er niet meer. En aan deze kant stond die grote pakskast. En daar kwam nog een beetje bang achter vandaan. Kunnen jullie nog herinneren dat ik mijn oude bed hier had staan, wat papa met hemmerijt heeft geverfd. Blijkbaar heeft hij daar wat testjes mee op de muur gedaan toentertijd. Ook super leuk. Ja, lege gang. Dat ziet er nog het meest uit als er woont nog iemand. Want ja,
De kapstokjes zijn daar wel weg, maar voor de rest is het toch een beetje zoals het was. En dan heb ik hier een badkamer waar nog wel een emmertje staat. Maar voor de rest alles helemaal leeg is. Ja, weet je, dit soort dingen laat ik lekker gewoon hangen. Ik weet niet, maar misschien dat de nieuwe bewoner er nog wat aan heeft. Dus ja, dat is het oude huis, jongens. Dat was de laatste keer dat jullie het hebben gezien. En nou, voor mij nog niet helemaal de laatste keer dat ik het heb gezien, want ik moet de eindinspectie nog doen. Met de makelaar en de koper, zeg maar. Maar voor jullie is dit de laatste keer. Maar goed, dat is maar goed ook, want er is hier weinig meer te beleven. Ik ga het jullie lekker hiernaast laten zien, want daar is het nu veel en veel leuker. Zo, nou, we zijn er hoor. En dan denk je, ja, hallo, die voordeur die ken ik. Ja, dat klopt, die is mee verhuisd. Dat had ik verteld, hè. Vandaar dat jullie net, toen ik daar aan het filmen was, een bruine deur zagen. Dat is de deur die hier zat. En dit is mijn oude vertrouwde voordeur. Dus die is meegegaan. Het is nog niet af. Dus dit is echt niet zoals het uiteindelijk gaat worden. Maar wat ik al zei, ik ben zo trots op het resultaat tot nu toe. Dat ik het jullie wel echt even wil laten zien. Dus daar gaan we. Nou, dit is de hal. Ik heb even alle deuren opengezet, want dat filmt makkelijker. Hier zijn de oude vertrouwde haakjes terug en het oude vertrouwde behang. Maar dan helemaal tot bovenin. Dat zit hier helemaal in de hoek. Even zo laten zien. Ja, er staan hier nog wat verhuisdozen en wat andere troepjes, maar dit is de... ja, entreehoek geworden. Echt super mooi. Aan deze kant is het nog helemaal wit. Maar daar komt ook vast nog wel wat. Maar dit behang, ja, ik vond het zo leuk. En ik had het natuurlijk nog niet zo lang. Dus dat wilde ik heel graag terug. En dan heb ik daar de krans die er hing. Hangt daar ook weer terug. Dan gaan we de eerste kamer binnen. Dit is... waar ik nu mijn computer heb staan, mijn gamespullen heb staan, mijn editspullen heb staan en voor de oplettende kijker wat nieuwe dingen heb staan, maar daarover later meer. Hier het mooie uitzicht en dan heb ik achter me de kast die in de kamer stond. Die staat hier. Er staat nog een hoop gereedschap. Die moet nog worden opgehangen. En mijn andere bureautje heb ik dan hier neergezet. Daar kan ik op diamond painten en dergelijke. Maar ja, ook daar moet nog het een en ander worden opgehangen. Dus dat staat hier voor nu. En deze, ja, wat ik zeg, deze muur is roze. Want dat vond ik wel leuk. Doe eens scherp worden. Ja, top. Dat vond ik wel leuk worden met de setup hier. Dus dat is kamer 1. Ik zal nog even vanuit de deuropening een goede overview geven. Daar zit overigens nog een kast. Zie je? Daar zit de boiler in. Maar de echte home tour komt nog wel als het helemaal af is. Maar hier kan ik lekker zitten. Dan gaan we naar de volgende kamer. En daar zien jullie mijn bed staan. Dus dat zal de slaapkamer dan wel zijn. Nou, dat klopt. Dit is de gele kamer. Dit stoeltje moet nog weg, want die stoeltjes die wil ik niet meer hebben. Maar zolang ze nog niet weg zijn, staat hij even hier. Misstaat op zich niet, maar ik wil graag ruimte hebben om deze heerlijke kasten open te kunnen maken. Hier mijn kaptafeltje. Hier lig ik. Ik moet ook nog even ergens komen te hangen. En dan hier ook mooi uitzicht. En mijn grote pakskast staat hier. En de wasmand voor nu nog even. Hier hangen ook nieuwe gordijnen. Die zal ik even laten zien. Hiernaast in de computerkamer hangen nu de gordijnen die eerst in mijn slaapkamer hingen. Die roze.
En hier heb ik hele mooie nieuwe gordijnen gekocht. Kan je dat zien met een, ja, zie je? Met een werkje erin. Dus ja, dat maakt het deze kamer eigenlijk, ook al zijn de gordijnen dicht, heel zonnig en gezellig, vind ik. En dan heb ik ook nog een nieuwe lamp hier. Die ga ik jullie ook nog even laten zien. En dan inderdaad hier de nieuwe lamp. Ook wel mooi. En daar mijn schilderijtjes die ik al had hangen. En natuurlijk is de olifant meegekomen. Dat kon niet anders. Goed, dit was de slaapkamer. Dan hebben we hier nog een hele witte lege gang. Met wel al een lamp. Deze lamp komt uit de slaapkamer. En hier, deze had ik in het andere huis ook in gang hangen. Dus die is hier komen te hangen. Die kamer, dat is de keuken. Die blijft voor nu nog even dicht. Het wordt ook ineens heel donker, snap het wel. Ik heb nog geen keuken, dus daar is het nu nog echt een grote zooi. Alhoewel er wel al een mooi kastje staat. Maar goed, dat is echt voor een volgende keer. We gaan naar de woonkamer. Die is hier. Je komt binnen met een soort nisje. Dat komt omdat er hier een vouwdeur zat naar de slaapkamer toe. En dat ga ik even laten zien. Zo. Die is helemaal dichtgemaakt. Dus ja, daar is een leuk nisje ontstaan. Die plant gaat daar nog weg. Hier komt nog een staande lamp. Die zeil gaat daar ook nog weg. Maar goed, voor nu staat het even zo. Hier twee heerlijke inbouwkasten weer. Hier komt uiteindelijk mijn eettafel met deze vier hele gezellige eetstoelen. Al zeg ik het zelf. Heb ik een hele leuke bank. Waarvan de kleur op geen enkele foto of video goed lijkt over te komen. Want nu lijkt die weer een soort van grijs. Maar geloof me, hij is donkergroen. Kan ik het laten zien als ik... Nee, het komt echt niet over of zo. Maar geloof me op mijn woord, hij is donkergroen. Kijk, hier staat dat andere stoeltje nog. Maar dat moet dus ook nog weg. En dan heb ik nog twee van deze hele leuke stoeltjes. Hier één. En daar één. Deze tafel is mee verhuisd. Maar die gaat nog achter de bank met die plant die je net zag erop. En hier komt nog een nieuwe salontafel. Mijn televisie staat nog op de grond. Hier moet nog een televisiekastje komen. Deze moet nog een plek krijgen. Eerst wilde ik hem niet meenemen, maar ik vind hem hier toch wel heel erg leuk. Die hier wil ik nog een nieuwe plaat in. Ook nog even kijken. En ook hier heb ik nieuwe gordijnen. Maar die zie je bijna niet door het licht. Maar dat vond ik wel leuk. Om hier gewone gordijnen. Oh kijk, zo kan je het een beetje zien. Gewone gordijnen te hebben. Er zit een beetje een glimmertje in. Maar dat is wel fijn. En dan staat hier mijn buffetkast. Die staat daar ook heel tof, vind ik, tegen die groene muur aan. Heel blij mee. En hier hebben we... Ja, prachtig hè. Is een nieuw design. Nee, ik heb hier nog geen lampen. Dus dat moet nog. Even kijken of ik je dit nog kan laten zien. Ik heb nieuw koffieservies gekocht, waar ik ook echt heel blij mee ben. Heel fijn. En hier, nou ja, wat ik al zei, deze plant komt dan op die tafel. Nog even een overview van een nu nog hele lege kamer. Maar ja, dat wordt nog zeker nog wel gevuld. Maar ja, met de spullen die hier nu al staan, ben ik super, super blij. Oké, dan gaan we nu naar de badkamer. Dit gordijn herkennen jullie. Dat gaat nog weg. Ik moet nog even op mijn nieuwe douchegordijn wachten. Maar ik wilde in de tussentijd wel gewoon kunnen douchen. Dus ja. Dit vind ik lastig om te laten zien. Want het is een ruimte die
klein is. En dan filmt het altijd wat lastig. Maar de wc, heel blij mee. Leuk kleurtje, dat groene. Deze lamp hing in de keuken. Die vind ik hier echt super leuk bij passen met dat wit. Leuk lampje, leuk plantje. Er moet nog een nieuwe bak, want die is voor hier te groot. Hier staat mijn droger niks te doen. Want de wasmachine moet er nog onder en die heb ik nog niet. Hier staat een allegaartje, want er wordt hier afgewassen. Er wordt van alles gedaan, omdat dus de keuken nog niet in orde is. Hi. Spiegeltje, 2 stopcontacten. Mooie wastafel met leuke spulletjes erop. Hier nog een verkeerd kleur bakje, maar dat komt nog goed. Ik zie je, mijn camera werd helemaal een beetje... Die vindt het ingewikkeld blijkbaar. Nou, zo lelijk is het nou ook weer niet hoor. Mooi kastje. En hierachter zit... Kijk of ik dat een beetje kan laten zien. De douchehoek met mijn stoeltje. Ook super blij mee. Mooie lamp waar je echt niks van ziet. Ben ik bang? Nee, die lamp heeft namelijk glittertjes. En dat vind ik zo gaaf, maar dat komt op beeld natuurlijk nooit over. Dat is dan weer een beetje jammer. Dit was de laatste verhuisvlog. Want ja, ik ben verhuisd, dus er is niet meer zoveel verhuizerigs te vloggen, zullen we maar zeggen. Maar uiteraard niet de laatste update van dit huis. Want hier gaat nog het gaat nog veel mooier worden dan dat het al is. En al die stappen die gaan we natuurlijk vastleggen. Dus ik moet nog even kijken hoe ik het hierna ga doen. Want misschien komen er gewoon weer weekendvlogs aan of andere dingen. Ik moet het gewoon voor mezelf nog even bedenken. Maar ik vond dit in ieder geval een hele leuke serie om op te nemen. Ik hoop ook dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. Ik vond dit in ieder geval heel erg leuk. Als je nog vragen hebt, laat ze zeker hieronder achter. Dan kan ik die nog beantwoorden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie zeker weer in een volgende vlog. Doei doei!